hago la 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 la. Yo, kijkers en welkom terug bij een nieuwe FIFA 15 Ajax Career Mode. We gaan door, Champions League voetbal gaat weer beginnen. En we starten de groepsfase tegen FC Kopenhagen. Zuma accepteert het contract, hartstikke tof. Dens wil niet, maar ik zou graag verder willen. Ik wil weten wat mijn rol is. Oh, als dat het enige probleem is. Ik ben benieuwd of Dens wil oké is met een rotatiespelerrolletje, want dat is die. En ik geef hem wel een bonusje, omdat hij er al lang bij zit. En ik heb hem, hij wou weg en ik heb hem nog steeds. Hem heb ik toch bij kunnen houden, op een manier. Wat ik wel tof vind. Nachtegaal verwacht eenvoudige overwinning voor zijn team in blub. Geen zin om dat maar te lezen. Bilal! Oh, die wil ook weten wat zijn rol is. Ik ga ook hem gewoon voor nu. Ik geef hem gewoon de 20 bonus. En rotatiespeler. Ik denk dat dat moet werken. Heb ik verder nog iets? Ik ga even kijken de wissels. Wat hebben we hier met ons mee? We hebben Bilal mee, Bazour, Sivkovic, Salah, Sinkgraven, Van Dijk, Stekelenburg. Dat is prima. Denk ik. Ik vind het prima. Ja. Dat gaan we doorzetten. Nou, gaan we tegen Kopenhagen. Let's go. Welcome to EA Sports. Nou, daar zijn we. Champions Cup. Champions Cup. Oftewel Champions League. Vorig seizoen de halve finale behaald. Zo uit mijn hoofd. En toen werden we uitgeknikkerd. Hopelijk kunnen wij weer stunten. Het is nog steeds een doel om de Champions League te winnen. En over de jaren, over de seizoenen is onze selectie behoorlijk sterker geworden. Ibrahimovic nu in de spits. Die hadden we vorig seizoen niet. We hebben het middenveld echt gigantisch sterk nu met Draxler, Sneijder en Aubameyang die zijn debuut gaat maken in deze wedstrijd. En natuurlijk ook gewoon een redelijk goede verdediging. Ibrahimovic, zijn laatste seizoen. Hij gaat zijn carrière afsluiten bij ons Ajax. Hartstikke mooi. En dan volgend seizoen wordt het Sivkovic de nummer 1 spits weer. Maar hey, wie kan je boven Zlatan kiezen? Niemand. Dat is de enige reden dat Sivkovic gebankt is. Anders had ik waarschijnlijk niet eens Zlatan gehaald. In central defense. Yes, mooie selectie. En we staan allemaal klaar. Zijn debuut. Hopelijk gaat hij goed voor ons zijn. Let's go. Oh, El Ghazi de langste schot. Oeh, de eerste kans was er al heel gauw. Dat is een lekker begin. Nou, El Ghazi weer. Geef hem terug naar Aubameyang. Die moet even behoorlijk aanmaken. Kan die bal binnen touwen. Geeft er vervolgens voor. Zlatan. Oh, de redding van de keeper. Druk. Staat al hoog. Mooi begin. Oh, dit ben ik dus vergeten aan te passen. Maar Blind kan ook wel voorzetten geven. Oh, Zlatan nu schieten. En 1-0. Het gebeurt gauw, het gebeurt goed. Niet helemaal in één keer uit de corner. Maar whatever, wat boeit dat. We staan voor. 0-1 door Zlatan Ibrahimovic. En blijkbaar is El Ghazi geblesseerd geraakt. Ik moet hem gewoon wisselen. Nou Bilal, ik wens je succes. Ik weet niet hoe en wat er gebeurd is. Want ik wou verder door de herhalingen heen skippen, maar ik kreeg in één keer het in beeld. Wauw. Goed geblokt. Oh, shit. Hij had in één keer weer de bal daar. Open schotkans, maar schiet gelukkig naast. Bilal langs de verdediger.
Nou moet hij dus gaan en we hebben in ieder geval een ingooi. Kunnen we hier weer wat uithalen daar? Woeps. Dat was niet de bedoeling. Veel ruimte hier op de vleugel. Blind. Oh. Kopt het weg. Nee, maar hun kop ernaast. Oh, de fout. De fout. Oh. Oh, maar daar Zuma. Oh, Aubameyang. Een van de snellere spelers in deze game. Schiet maar. Corner. Kijk. Met hem kan je lekker langs de vleugels rennen. Heerlijk. Draxler die hier de corner gaat nemen. Zuma. Woe. Aubameyang. Rennen. Houd ingooi. Oké. Dat mag natuurlijk ook. Komt daar blind. Gaat hem voorgeven. Ibra komt er niet aan. En dan verliezen we de bal. Fischer kan die vasthouden. Ik paas hem terug naar Draxler. Die moet hem voorgeven. Doet dat. Verdediging pakt. Oh, Sneijder. Naar Aubameyang schieten. Oeh. Fischer misschien in de kop. Nee. Oh. Ah, jammer. En dan fluit de scheids af met 0-1 voorsprong voor Ajax. In de rust. Oeh, schot geblokt. No! Ah, hou op man. Scoort CPU, het computergestuurde team ooit een keer nog normaal? Dan zouden we wel balbezit, maar kijk dan weer hoe. Dan blok je het eerste schot en dan vliegt die bal toevallig naar de tegen... of naar de medespeler van hun die ernaast staat. Het is allemaal zo toevallig weer, weet je. En ik klaag graag met tegendoelpunten, dus ik doe het hier ook gewoon lekker weer. Oh, Aubameyang! Oh, no. Kom op, Ibra, pak hem. Goed. Alleen, wat ga ik doen met Ibra? Naar Sneijder. Schieten. Oh, de redding van de keeper, maar een nieuwe corner. Die Draxler gaat nemen. Voorzet komt. Alleen, we kunnen niet koppen. Aubameyang moeite doen om die bal binnen te houden. Doet dat wel, maar dan willen we een ingooi. Gaan we die snel nemen? Dat wil ik in ieder geval wel. Blind. Voorzet. Nee. En dan zijn we de bal kwijt. Oh, dat is een balletje naar Bilal. Jij moet het doen, Bilal. Nee! Iets. Ik mag niet winnen. Ik mag gewoon niet winnen. Nou, nee. Nee. Dit is te onze. No! Ik schrok toen die bal in één keer uit die handen vloog. Ja, 1-1. De scheids fluit af. Oh, en ik ben zwaar teleurgesteld, want de Kopenhagen is toch wel de zwakste tegenstander in de groep. En dan moet je dat gewoon winnen. Wauw. Helaas. Ja, ik vind het jammer. Ik vind het heel jammer. Dit wordt nog een zware groepsfase. We hebben hier contractaanbod afgewezen. Oké. Speler geblesseerd. 3 maanden! Zal ik eens niet. Nou. Belangrijke speler. 45.000 of 35.000, pardon. Jeetje, wat een pech. Nou. Dan hebben we een wedstrijd tegen Twente op het programma. Komen er nog berichtjes binnen van andere contracten? Ik verwacht het wel. Namelijk. Ja. Afgewezen. Maar ik ben niet blij met de ronde ploeg die me voorstelt. Ik ben niet blij. Ai. We willen hogere rollen. Zelfs Dens wil. En die speelt dan nooit. Hoeveel jaar ik wil hem wel behouden? Dan moet ik hem toch... Weet je, hij gaat dan toch sowieso 3 maanden. Is hij de eerste keus? Daar kan ik niet omheen. Dus laten we het dan maar zo doen.
En dan hebben we nog Tensville. Ja. Wat ik daarvoor ga oplossen, dat zien we dan wel weer. Wisselteam moet klaarstaan, alleen dat gaan we wel iets aanpassen. Zo, uit. Hup. Ik geef Bilal wel rust nu. En dan gaan we Mounir neerzetten. Succes, Mounir. Succes. Let's go. Welcome to EA Sports live coverage of the Netherlands. Daar gaan we. Tegen Twente. Na een gelijkspel tegen Kopenhagen. Let's do it. Kies nou, langs de verdediging. Moet hij voorgeven. Doet dat ook. Oeh, bijna bereikt hij Sivkovic. Maar de verdediging onderschept. Corner. Voor Twente. We liepen de bal over de achterlijn. Tijdens het verdedigen. En dan is hier een voorzet. Maar dat kunnen we... Jeetje, kunnen we... Wat een slechte uitverdediging daar. Maar het is gelukkig een vrije trap voor ons. Yo, wat de... Lekker aangenomen. Oh. En we krijgen de bal ook weer terug. Sivkovic. Ja, dit wordt hem. Hoppa. Sivkovic rond goed af. 1-0. Was even van, what the fuck gebeurde daar nou? Totaal geen balcontrole, ze lieten het gewoon langs zich heen rollen. Maar de verdediging van Twente klungelde ook een beetje. Soms gebeuren er rare dingen in FIFA. Maar hey, we staan 1-0 voor. Hoop dat kunnen we het uitbreiden. Nee! Ja, toch wel. Ai, ai, ai. Ik speel slecht. Zeer slecht. Staan weer gelijk. Wedstrijd is weer terug bij het begin. 1-1. Zo. Oké, dan Sivkovic dan ook goed. Sivkovic. Ja, Gudelje. Oh. Het teamwerk zat er goed in. Helaas ging Gudelje naast. Bazoer. Je moet afronden. Dun, 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 dun. Naast. Oké, Twente. Helemaal los. Alweer als je een penalty geeft. Gelukkig. Het is rust. 1-1. Ik ben niet blij met de stand. Op naar de tweede helft. Oh. Mooi. No. Altijd bij het schot. Altijd. Even een tikje terug. Nu. Slecht schot. Nou, niet zozeer slecht met het kleine beetje ruimte dat hij had. Maar het... Ik moet echt weer op voorsprong komen, jongens. Oh mijn god, dat ik die bal daar behield. Hoe is het mogelijk? Oh! Als die omhaal lukte, hé. Dat was mooi geweest. Jezus, man. De bal is ook aan ze vastgelijmd. Yo, wat... sommige physics, jongen. Je loopt tegen iemands rug. Ik val even keihard op de grond. Ha. Nou, dat is op zich netjes. Als je hem ook binnen kan houden, en dat kan ik. Dan moet ik hem voorgeven. En nee. Het zag er even goed uit, maar helaas. Drie wissels. Milik staat erin. Kan hij hem er in één keer in koppen nu? Nee. Geef hem mee daar. Milik. Jij moet het doen! Verdomme. Daar is Sinkgraven. Yo, vrij trap. Voorzetje. Oh, nee. Ik ga weer gelijk spelen. Ja, daar is nou het laatste fluitsignaal. Weer gelijk spelen. Dit is... dit vierde seizoen is echt een dramatisch seizoen tot nu toe. Oh, joi. Dit is geen goed begin. Vijfde, dat bedoel ik. Hoe ver achter staan we? 4 punten, dat valt dan nog mee. Het is gelukkig ook nog het begin van het seizoen. Mijn rol bij de club. Ja, hallo, ik moet je ook rust geven. Je mist zo nu en dan een wedstrijdje tussendoor. Vind je het gek met dit schema? Maar goed. Ik heb geen vertrouwen in dit seizoen. Mijn resultaten zijn niet zo best tot nu toe. Vorig seizoen nog net op het randje kampioen geworden. Maar, hey. De weg is nog lang. Vond je dit leuk? Laat dan een like achter en deel deze video. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik bedank jullie voor support. Alles erop en eraan.
En ik zie jullie graag de volgende video weer. Tot dan. Laters.